Koster zag het er niet uit. Nieuwe corner. En daar de Kasper Vukotic, die legt hem ernaast. Hij had alle tijd van de wereld om deze gewoon helemaal vrijgelaten in die tweede zone. Aanname en dan trappen. Alvallend. Niet makkelijk. Maar toch. Goeie bewegingen van Al-Badawi. En spelen, zegt de Kuiper op de bal. Ribeiro Costa met de slalom. En dan niet de goal. Wat een leuke match. En nu Kajé Smeet is 2 tegen 2 als het snel gaat. Maar echt snel gaat het niet. Al gaan wel trappen en de redding van Jakkers. Van Baligen. Ja, die bal blijft daar weer hangen in die 16. Kajé, goede beweging. Kajé plaatsen binnen. En 0-1 voor Vertonghen. En dan toch de klasseflits van Hervé Kajé. Want ze zijn met veel. Gillet is mee, Maderner. Ook Hogas, Ribeiro Costa gaat zelf voor de actie. Kiest dan voor Hogas, die plaatst hem. En net voor de lijn gekeerd door Rizzo. Moeilijke bal. Nou, Rizzo overkijkt zich. Goed balletje dit van Bertone. Daar is Gillet, brengt de voor. Maderner scoort en het is 1 tegen 1. Ja, de foutjes worden afgestraft. En daar is dus opnieuw een goal van Dani Maderner. Het was al even geleden. Maar hij maakt hier zijn 10e van het seizoen. Moet gewoon spelen. Hier Bertone slim. Gillet van hetzelfde door de benen van Remy. En dan Maderner, moederziel alleen gelaten. En een koud kunstje voor hem natuurlijk. Vink kon daar onmogelijk nog op tijd bij zijn. Goed uitstappen van Mertens. En Ribeiro Costa is sneller dan Van Baligem en is dus helemaal los. Ze zijn met zijn vijven. Ribeiro Costa geeft hem aan Hogas en die maakt het af. 2-1 voor Waasland-Beveren. Goed uitgespeelde aanval. Het is te zeggen, Ribeiro Costa in de 1B-competitie. En nu dus opnieuw op het scorebord. Het begon bij het prima uitstappen van Mertens. En dan Ribeiro Costa op het juiste moment tussen veel Vertonghen-spelers door het paasje voor Hogas, die uitstekend wees en geen buitenspel stond. Want prima werk van Mertens opnieuw. Ribeiro Costa deed Hogas op de rechterkant, de schijnbeweging. Aan de voorzet voor Mertens en die kopt hem in de armen van Martin. Ja, Waasland-Beveren, Al-Badawi. Goeie beweging. En dan te slap. Nou, Maderner, die hem daar even vasthield. Te weinig voor de Kuiper. Al-Badawi, Maderner, ja, krijgt daar veel tijd. Bertone dan. En de redding van Martin. Felicitaties in ontvangst neemt. Van Baligen. Bertone. Vukotic verlengen, de kopbal van Wuitens en de penalty. Nu wel de penalty. En dan is het, oh ironie, Dries Wuitens. Dani Maderner voor zijn 11e. En hij schiet hem binnen. En dan is het 3-1 voor Waasland-Beveren. En is Dani Maderner terug. Het is toch uiteindelijk hetgene dat telt. Hoeveel hier binnen ligt. Beheerst getrapt. En Maderner gaat hem nog eens voor de pot gooien. Vukotic tegen de paal. Dan had die bal in de eerste helft er zeker in moeten. Want het is goed gedaan hoor. Zeer moeilijke bal om die zo op de slof te nemen. En dan zal het er hier wel op zitten. Jakkers moet die bal zelfs niet eens meer in het spel brengen. Of uittrappen, zo u wil. Waasland-Beveren wint met 3-1 van Vertonghen.